Kamerwijnen krijgt haar eigen shorebase, die de naam Mega Support draagt. De shorebase komt te staan aan de rechteroever van de Kamerwijnenrivier, de plantage Rust en Werk. Dit bevestigen de districtscommissaris Mohamed Safik Rajab en John van Alen, financieel directeur van Van Alen Betonnen Industrie, Fabi, tegenover onze redactie. Er is voor de rechteroever van de Kamerwijnenrivier gekozen vanwege de strategische ligging van het gebied dat de kortste route is naar zee. Verder behoort het gebied aan NVVCM, een werkmaatschappij van Fabi's holding NV Fabam, die al 45 jaar actief is in het gebied, zegt Van Alen. DC Rajab voegt eraan toe dat deze ontwikkeling een mijlpaal zal betekenen voor het district. Nou, als je mij vraagt, als al die drie spelers in beeld komen, dan is het veel werkgelegenheid. Ik denk zeker dat mensen vanuit her en der, in plaats van dat wij naar Paramaribo gaan werken, komen mensen van de overige districten in mijn district werken. En ik zie er is een toename aan bouwactiviteiten. Veel mensen bouwen nu in Kamerwijnen. Ze hebben gezien dat Kamerwijnen in de opmars is, waarbij mensen percelen, verkavelen, verkopen en bouwen. Het project is nog in de ontwerpfase. Momenteel wordt de eerste Environmental and Social Impact Assessment, ESIA, uitgevoerd.